Wat ik later wil worden is de moeilijkste vraag die me ooit is gesteld. Maar het lijkt me wel verschrikkelijk om achter een computer te zitten alleen maar. Het is vandaag de 15e, dacht ik. En we zijn op de eerste gestart. Dus we hebben eerst zo'n 6 dagen alleen maar gerepeteerd. Echt van half 10 's ochtends tot 10:30 's avonds. En nu zijn we zo'n 5 dagen op tournee, of 6 dagen. De dagen, je weet het op een gegeven moment niet meer hoeveel dagen je al wat bent. En dan geven we dus iets van 5 optredens per dag. Vandaag is het wel grappig dat we naar IKEA gingen. En daar bijna 2 kilometer door het gangpad hebben gelopen, loopstuk te spelen. Dat was heel erg leuk. En we kregen hotdogs. Dus hoogtepunt van de dag. Het is wel een soort ricciotti DNA wat iedereen heeft. En als je ricciottis tegenkomt die niet per se met jou in het orkest hebben gezeten, dan spreken we elkaar aan en je merkt het gewoon. Er is meteen een bonding dan. Het is gewoon ja, de ricciotti geest. Het spelen en het energieke. Het niet in een pak, in een stoel, op een stoel in een concertgebouw zitten. Wat ook te gek is overigens. Maar het is zoveel meer, voor mijn gevoel, veel meer energie naar het publiek gooien. Gewoon. Het mooie van muziek is dat iedereen het op zijn manier mag interpreteren. Dus het is niet, je zit niet vast aan woorden. En het is dus heel erg toegankelijk voor iedereen. Je hoeft helemaal geen taal te kunnen spreken. Je kunt meteen begrijpen wat wij bedoelen. Echt ongelooflijk plezier en energie. Making music in funny places. Je moet ook wel een beetje gek zijn, denk ik. Je moet er gewoon echt een feestje van kunnen maken. I've been liking it, very much. Hallo jongens! Ik hoorde dat het hout al compleet was. Outfield ook. Cameraploeg is ook compleet. Nou, top. Wie is nog meer compleet? Ik vind het wat traag gaan. Wat jij? Ik ben Rosa de Bruin, tourneemanager van het Ricciotti Ensemble. Ik doe dat al bijna 9,5 jaar. Voordat ik tourneemanager werd, speelde ik zelf in het orkest. En dat heb ik 7 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik kwam de facturen online en toen heb ik geen seconde getwijfeld. Want het leek me de leukste baan ter wereld en dat vind ik eigenlijk nog steeds. We zijn op weg naar kasteel Tongelaar. En de oude lullen zijn er al eens ooit geweest. Dat is dat hele leuke kasteeltje waar het vorig jaar zo ontzettend hot weer was. Ik ben Jochem van Hoogdalen. Ik speel hoorn in het Ricciotti Ensemble. En dit is mijn 9e tour, geloof ik. Ik wil de professionele muziek wel in. Maar andere oude ricciottianen die er nu niet meer bij zitten, die zeiden tegen me van, hey, ja, dat ricciotti, dat is echt te gek. En dat is een superleuk orkest. En toen dacht ik alleen maar, ja, hou op man, met al dat gezeik over dat ricciotti. Maar toen heb ik ze horen spelen. En toen was voor mij een soort van omslagpunt. Dat ik echt dacht van, wow, dit is te gek. Het is zo tof wat ze doen. Dat ik vanaf dat moment dacht van, ik wil hoe dan ook, als er een plekje komt in het ricciotti. De bus zit weer vol en de snor zit er nog steeds op. Hartelijke groet, zal zien uit de volgende bus. Ja, ik vind het leuk, ik doe het al een paar jaar, dus ik ben eigenlijk een beetje de vaste chauffeur geworden. Mijn snor zit er ook nog op. Een stukje korter geworden en zien we de achterbus. Het zijn allemaal hele jonge lui en ze maken er echt een feestje van. De hele week in de bus. Nou, dat is best pittig, maar nou ja, het is het echt helemaal waard. En je krijgt er steeds nieuwe energie van zo'n optreden. Dus het is niet tussendoor ben je wel een beetje gesloopt. Maar je komt elke keer weer op nieuwe energie, omdat je van mensen zelf zoveel terugkrijgt. Dus daardoor is het goed uit te houden. Ik ben Linde en ik ben aanvoerder van de tweede viola bij het Ricciotti. Omdat je met zo'n groep bent, is het best handig om één iemand te hebben die een beetje met de dirigent communiceert, misschien wat meer dan de rest. En een beetje een focuspunt te hebben, zodat je binnen zo'n groep wat meer eenheid hebt. Het is een hele relaxte groep en iedereen zet zich echt er heel erg voor in om er iets van te maken. Ah, ja, geweldig. We hebben dus heel veel mensen met verschillende achtergronden. Ik ben echt klassiek violiste en er zitten vooral bij de tweede viool een paar mensen die zo ontzettend goed jazz en andere lichte muziek, als je die daar mag gebruiken, kunnen spelen. Dat is, daar kom ik echt niet tegenop. We'll be right back.
als je zo'n optreden geeft, trek je iedereen in de kamer bij wat er gebeurt. En je besluit met z'n allen om daar naar te luisteren. En dat geeft meteen al een gevoel van samenwerking, van iets samen doen. En ik denk dat dat heel erg een band creëert.